Ruim 7000 Basel BZV-pasjes liggen al een hele poos klaar, maar zijn niet opgehaald door de houders. Minister Uraiki Tramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting roept daarom een ieder op die een aanvraag heeft ingediend voor een Basel BZV-kaart om in contact te treden met het SZF of een van de Basel-kantoren. Het kan zijn dat pasjeshouders geen sms hebben ontvangen en daarom hun kaarten niet ophalen, geeft Tramsaran als mogelijke reden. Want momenteel liggen er daar iets van tussen de 5.000 en 7.000 pasjes die niet zijn opgehaald geworden. Bij deze vraag ik de gemeenschap, de samenleving. Maakt u contact? Heeft u ingediend? Maakt u contact? Misschien dat het ligt dat u niet een complete formulier hebt ingevuld. Het kan ook zo zijn dat u vanwege een of ander technische probleem uw sms niet hebt ontvangen. Maar trekt u het alstublieft na, want wat wij verrichten aan ons werk, wat betreft ons werk, verrichten we het voor u. Dus helpt u ons daarin, ondersteunt u ons, zodat u uw pasje zo snel als mogelijk daar ontvangt. De bewindsman doet ook een beroep op de gemeenschap om het leed van anderen niet te delen op sociale media. Onlangs is er wederom een leefsituatie van een gezin in Nikeri blootgesteld op sociale media. Hulp vragen voor anderen kan op een andere manier. Maar bij deze nogmaals, de ouders hebben gesproken. Zij hebben al hun reactie gegeven. Alleen vraag ik dat de mensen die dit eigenlijk, zo'n mediastuk, zo'n gezin, zo'n case, dan politiek naar buiten hebben gebracht, alsjeblieft dat niet te doen. Het gaat bij deze om kinderen, het gaat bij deze om een gezin die hulp nodig hebben. En vraag ik nogmaals aan de samenleving dat we dit soort cases wel rapporteren, maar op de correcte manier, zodat wij van SOSAVO, Juspol, VG en alle andere ministeries dan ervoor zorgen dat we inspelen, vooral in deze zware tijd. Minister Uraiki Tramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.